George en Ursula Levy zijn na de oorlog als wees geëmigreerd naar Amerika, waar familie van hun woonde. Nu zijn ze dus weer terug op de plek waar ze als kind zulke verschrikkingen hebben meegemaakt. Heel moeilijk. Heel moeilijk, ja, dat is, dat is wel. Maar ik, uh, uh, ik, ik moet daarmee uh, klaar werden, niet? Ik had nooit gezien uh, deze brutaliteit. Dat ziet je toch niet als kind. Ursula was met haar broer al in 1939 door de moeder vanuit Duitsland naar het toen nog veiligere Nederland gebracht. Ze kwamen terecht in een klooster in Eersel, maar als Joodse kinderen uiteindelijk toch ook in kamp Vught. Jos van Makkenberg was directeur van het Rooms-Katholieke Huisvestingscomité en hij wist ervoor te zorgen dat de beide kinderen de oorlog wisten te overleven. With papers saying that my sister and I were actually half waren. En hij had papers om het te proeven. wat was niet waar, maar dat was van de ondergrond. En zo so de kampcommandant op dat tijd, niet mijn uh, zus en ik op een transport naar uh, uh, saved Hij heeft ons leven would anders zouden we op same transport van de kinderen die we vandaag today. En daarom kunnen de broer en zus 75 jaar later nog aanwezig zijn bij de kindertransportherdenking in Vught waarbij ook zij nog steeds geen antwoord hebben op de vraag hoe die verschrikkingen destijds hebben kunnen plaatsvinden. No I really don't understand what happened then, but I but I know uh, what happened. I have to say there were probably never a day that I haven't not sp uh, thought of it. Here today I'm in Furst. It's um uh, it's very uh, serious. but I know it should be done and uh, for history's sake.